Ik ben Ilias Doge, ik ben plantmanager van Fishbach Belgium. Fishbach Belgium is een producent van kunststofverpakkingen. Wij produceren die via spuitgetechniek en we bedrukken die via zeefdrukken. We hebben een P41 ingeschakeld om vooral onze uitval te gaan reduceren. De uitval die hoofdzakelijk voortkwam van het instellen van ons zeefdrukproces. We hebben gevraagd aan P41 om onze uitval te gaan analyseren. Via een Pareto-analyse dan de grootste oorzaken te gaan bepalen. En die dan te gaan vertalen in een model, een functioneel model. Zij zijn daarbij als volgt te werk gegaan. Ze hebben het model uitgetekend en geprobeerd om alle nieuwe factoren te abstraheren. En op die manier de core business of het subonderdeel beter in kaart te gaan brengen. Zodanig dat je echt weet wat de verschillende invloeden zijn en niet enkel beperkt blijft tot bijvoorbeeld één invloed. Een heel duidelijk verschil met andere engineering benaderingen. Het eindresultaat, daar zijn we nog volop aan het werken. Dus zij hebben verschillende methodieken en voorgesteld om bepaalde delen van ons proces beter in kaart en onder controle te brengen. We zijn hier nu volop aan het uittesten, verschillende nieuwe technologieën aan het uittesten. En de bedoeling is dat al die technologieën op elkaar gaan aansluiten en uiteindelijk een uitvalreductie van bijna 25% zouden gaan meebrengen van het totale jaarvolume aan uitval. We hebben eenvoudigere dingen als krassen kunnen oplossen, maar we zijn volop bezig verschillende invloeden die op elkaar verband hielden, om die terug te gaan opspitsen en op zich onder de controle krachten te krijgen, zodanig dat het de grijze zone waar verwacht wordt van onze drukkers dat zij dan hun ervaringen, hun skills, hun vakmanschap gaan bovenhalen, maar die een stukje beter in kaart te gaan brengen, zodanig dat ze dat we eigenlijk meer wetenschappelijk onderbouwde gegevens hebben in plaats van echt volledig op de ervaring van hun drukker moeten af te gaan. Ik wil zeggen dat we tot een geslaagd resultaat zijn gekomen. Uiteindelijk hebben jullie een aantal technieken voorgesteld en een aantal principes voorgesteld waar we nu nog kunnen verder op bouwen, die nog verder kunnen gaan uitdiepen. De samenwerking was optimaal, heel frequent contact, heel duidelijke opvolging, ook een duidelijke toewijzing naar een aanspreekpartner en een ingenieur die het ganse project leidde, dus op zich was dat positief te noemen. De afstemming gebeurde ook via verschillende projectmeetings, dus er waren duidelijke doelen, duidelijke data, duidelijke testdagen. Het is allemaal mooi netjes in een soort projectplanning vervat. Dus dat op zich is er voldaan aan de behoefte.